Te gast hebben wij Adrienne en Emma. En die zijn afgelopen weekend Nederlands kampioen debatteren geworden. En ja, hoe leuk is dat als je student bent en uit Leiden komt of in Leiden studeert. Of in ieder geval hier uit de regio komt. Ja, stel jullie ze eigenlijk eerst maar eens even voor. Hoi, ik ben Adrienne. Ik woon inderdaad hier in Leiden. En ik studeer aan de Universiteit Leiden, maar mijn opleiding zit dan weer in Den Haag. Oké, en Emma? Ik ben Emma. Ik woon ook in Leiden, maar ik studeer in Amsterdam. Ik wilde alleen niet naar Amsterdam. Ik dacht dat Leiden toch wel de leukste stad was om te blijven wonen. Oké, nou ja, dat begrijp ik, want dat is het natuurlijk ook. Absoluut. Hey, vertel eens, jullie zijn afgelopen weekend Nederlands kampioen geworden. Ja. Adrienne, wat heb je gedaan? Ja, het was echt fantastisch. We hadden op zaterdag alle voorrondes. Dan heb je 5 voorrondes voor je 5 debatten. En uiteindelijk gaat aan het einde van de dag de top 8 door naar de zondag. En dan vinden de halve finales en de finale plaats. En nu, Emma, zijn jullie dus gewoon Nederlands kampioen? Ja, ik vond het eigenlijk best wel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, we wonen samen in huis en we hebben ooit gedebatteerd samen op de middelbare school. Ja. Dus het was een beetje een grapje, of in ieder geval. En ieder weekend natuurlijk. Wie doet de afwas? Nee, ja. Wie ruimt erop? Absoluut. In zo'n huis wie brengt het afval weg? Maar dan zit je meestal niet in hetzelfde team. Dus het was nu, vonden we het wel leuk om een keer samen tegen de rest te debatteren. En het was echt best wel voor de lol, dus we hebben het heel erg leuk gehad. En toen opeens werden we Nederlands kampioen. Toen dachten we, nou... Ja, want ik ben heel benieuwd, hoe gaat dat? Zo'n debatteerwedstrijd. Ik ben er nog nooit bij geweest. Krijg je een stelling en werk je in teams? Want jullie zijn samen kampioen geworden. Ja, dus je werkt in teams. En je krijgt 15 minuten van tevoren krijg je een stelling. En dan krijg je te horen aan welke kant je zit. Dus je mag nooit zelf kiezen aan welke kant je zit. Dat is soms jammer, maar ook vaak wel leuk. En dan spreken wij met z'n tweeën. Dus, nou ja... Ja, je spreekt allebei 5 minuten. En in de tussentijd spreekt de andere kant. Dus je kunt voorstander zijn of tegenstander. En dat wisselt elkaar continu af. Totdat er uiteindelijk 8 sprekers gesproken hebben binnen een debat. En dan het team wat het beste doet, dat wint. En hoe wordt dat dan bepaald? Door de jury. Ja, er zit bij elk debat een onafhankelijke jury van meestal 3 personen. En die gaan dan overleggen door wie ze het meest overtuigd zijn. En er zitten 4 teams in een debat, dus ze moeten ook die 4 teams ranken. Dus het is niet of je wint of je verliest, maar je kunt ook 2e, 3e of 4e worden. Oh. Wat was nou de stelling die je het interessantst vond? Oeh, dat vind ik heel lastig om te zeggen. We hebben heel veel verschillende stellingen gehad. Maar de stelling die ik zelf het leukst vond, was misschien wel de finale stelling. Dat ging over anonimiteit op het internet. En het leuke daarvan was dat ik ook mijn studie kon toepassen. Want dat gebeurt niet zo vaak, dat het direct gaat over iets waar je echt verstand van hebt. Meestal is het logisch beredeneren. Maar soms is het ook heel leuk dat je iets herkent en dan kun je je eigen kennis toepassen. Ja. Emma, jullie zijn het debatteren een beetje zat. Want van tevoren zijn we ingefluisterd dat we niet gaan debatteren live in de uitzending. Terwijl ik zelf bedacht dat het echt superleuk is als jullie allebei gaan uitleggen waarom jij de beste bent. Oh, nee, maar dat is precies waar we bang voor waren. Dat we tegen elkaar uitgespeeld zouden worden. Dus dat wilden we absoluut voorkomen. Dus we dachten, nou, dat is misschien niet het beste. Dat doen we het niet. Nee, je vraagt aan iemand die... Ik moet toch wel met haar wonen, weet je. Ja. We gaan samen naar huis. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om dit te gaan doen als hobby? Welke student doet dit nou? Nou, best wel veel. Het is een van de grootste studentensporten in de wereld. Nou, sport is een beetje een raar woord, maar vertaald uit het Engels. Dus een van de grootste studentenactiviteiten in het Engels in de is het sport. Ja, sport, studentsport. En het komt, weet je, als je nu kijkt naar de Britse debatten over Brexit bijvoorbeeld, zie je al die Britten toch wel flink debatteren. En bijna allemaal hebben die op de universiteit ook gedebatteerd. Dus in Nederland gebeurt het nog niet door iedereen, maar daar heel veel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon een scholier met een grote bek was. En iemand dacht, hey, dat moet, die moet haar frustratie ergens anders uiten. En toen werd ik naar een debatteam gewezen. En dat vond ik meteen leuk. Moet er meer gedebatteerd worden in de Nederlandse politiek? Vind ik wel. Ik denk dat er al heel erg veel gedebatteerd wordt. Maar het ding van debat vergeleken met debat in de politiek is dat het bij ons debat echt puur om de inhoud gaat. Je mag stijl niet meenemen, je mag hoe iemand spreekt niet meenemen. Maar dat zijn natuurlijk wel manieren om iemand te overtuigen. En dat gebeurt ook heel erg in de politiek. Maar ik vind dat het soms daar iets te veel naartoe gaat. En dat het iets te veel op spelletjes en trucjes aankomt. Dus ik zou het leuk vinden als het meer inhoud heeft. Maar ik snap ook dat dit is hoe de politiek zich ontwikkeld heeft. Ja. Hoeveel deelnemers waren er eigenlijk? Een stuk of 80 die nu naar een Nederlands kampioenschap komen. Maar het ligt er een beetje aan. De
Er zijn een hoop verschillende toernooien in Nederland natuurlijk. En er zijn ook veel internationale studenten. Dus dit was een NK en daar konden alleen Nederlandse studenten aan meedoen. En volgens mij 2 teams uit België, dus in ieder geval. Belgische teams die meededen aan het NK? Ja, het was een beetje een Nederlandstalig kampioenschap. Dus ook uit België mochten ze meedoen. Maar het is misschien maar goed dat ze niet hebben gewonnen. Want dan blijft het toch een beetje in Nederland de eer van de winst. En nu? Gaan jullie nou op voor het wereldkampioenschap of hoe werkt dat? Iedere universiteit mag zelf keuzes maken. En wij zitten natuurlijk niet op dezelfde universiteit. Dus we mogen wel samen meedoen aan het NK, maar we mogen niet samen meedoen aan het WK. En wij zijn allebei al masterstudenten. Dus we laten die eer ook aan de jonkies om die nog maar wat te laten ontwikkelen en dat soort dingen. Maar er gaan hele goede teams altijd naar de WK's en EK's. En daar doet Leiden het ook altijd heel erg goed. Dus dat is wel mooi. En jullie stoppen op je hoogtepunt. Ja, absoluut. Ja. Beter kan niet. Vanaf nu kan het alleen nog maar naar beneden. Nee. En stel dat ze volgend jaar bellen, Adrienne, of je weer mee wil doen? Nou, wellicht. Of mag dat niet, als je niet meer studeert? Mag wel. Het is een open NK, dus je hoeft geen student te zijn. Het is echt toegankelijk voor iedereen. Dus wie weet, als we volgend jaar zoiets hebben van, nou, het kan, dan misschien. Maar ik heb nog geen plannen. Ik geniet eerst even hiervan en dan zien we wel weer. Ja. Hebben jullie nou een voorkeursbehandeling in huis gekregen? Want jullie zijn toch Nederlands kampioenen. En ben je al bij de burgemeester geweest? En heeft Willem-Alexander al gebeld en zo? Helaas nog niet, maar we kunnen ons nummer doorgeven. Nee, we hebben nog niet echt een voorkeursbehandeling in huis. Maar we wonen met een ander meisje die ook vrij goed debatteert. Dus ik denk alleen dat de onderhandelingen voor de afwas nu wat scherper zijn en zullen worden. Maar de voorkeursbehandeling... Je pak je prijs er even bij en dan weet ze genoeg. Ja, nee, absoluut. Die zetten wij prominent op tafel en dan zeggen we, joh, weet je wel wat dit betekent. Maar de burgemeester heeft nog niet gebeld. Nee. Oh. Nou, dat komt misschien nog wel. Misschien, maar ik denk ook dat er zijn heel vaak Leidse successen op debat. Er was afgelopen wereldkampioenschappen was er iemand beste spreker met Engels als tweede taal. Er staan vaak teams in de Europese kampioenschapfinales. Dus ik kan me voorstellen dat hij al zoveel debaters aan de lijn heeft gehad, dat je op een gegeven moment denkt, ach, Leiden is zo succesvol, dat gaat wel. Ik ga niet meer met die mensen in discussie. Nee, dat snap ik. Dan. Ja. Ja, je wilt als burgemeester ook een beetje je reputatie hoog houden natuurlijk. Nou, voorlopig zijn jullie Nederlands kampioen. De rest van het jaar, denk ik, hè? Ja, zeker. Nou, heel veel succes in jullie studie en geniet van dit jaar. En ik hoop dat er toch nog wel iets bijzonders jullie kant op komt. Emma en Adrienne, Nederlands kampioen debatteren.